van een koffie, thee en misschien iets sterks erbij. Dat mag allemaal hier in deze derde uitgave nou weer van dit fenomenale, schitterende gebeuren. En we hoeven eigenlijk niet te denken aan de volgende uitgave. Dat staat vast. Dat gaat ongetwijfeld gebeuren. En dan zal, als God het wil, Gerrit Voordinger nog bij zijn. Dan zal Koos Taxel nog bij zijn. En al die jonge kerels, zo zien ze er nog uit, die zullen er allemaal acte présence geven. En daar zijn we blij mee. Wij hopen ze dan te mogen begroeten hier, als we aan de vierde uitgave beginnen van dit geweldige gebeuren. Deze Jenny Jersey Classic, die vandaag weer schitterde in alle faciliteiten. Een mooie, een prachtige dag om voorlopig nooit te vergeten. Maar de mensen waar het om gaat, die wil ik graag hier naar boven hebben. Marijn Wachmans, directeur Goa Sportswear. Michael Wachmans. Michael hier. En een speciaal woord in die tijd dat u naar boven komt met drieën, komt u maar onder een geweldig applaus, want dit zijn de fenomenale, formidabele, geweldige organisatoren van deze superdag. Met altijd op de achtergrond, dames en heren, Pa Rini Wachmans. Aan mij de eer om Marijn Wachmans de micro te overhandigen. Ja, jongens. Als organisatie met mijn zoons Michael en Melvin iedereen bedanken voor de perfecte dag die we vandaag hebben kunnen organiseren. Daar kunnen we niet alleen. Daar hebben we natuurlijk in eerste plaats de gele truidragers voor nodig. Want het is natuurlijk de Yellow Jersey Classic en dan draait het allemaal om de gele truidragers. Daarnaast een organisatie zoals deze zonder medewerking van de gemeente. Hier op het podium en daar aan tafel. Hartstikke bedankt namens de organisatie voor de voortreffelijke medewerking en ik hoop volgend jaar ook weer een beroepje te mogen doen. Dan kan natuurlijk een evenement, dat kan ook plaatsvinden als er geen sponsors zijn. Dus ik wil al mijn sponsors die vandaag hier aanwezig waren ook allemaal hartelijk bedanken voor de opkomst en voor hun bijdrage om dit evenement mogelijk te maken. Ook hartstikke bedankt. Dan zou ik nog even de burgemeester op het podium willen hebben, als laatste. Oh jee. Goedemorgen, en ik ben er mee in het gemeentehuis geweest. En er staat nog een heel mooie, prachtige etalage. Waar de gemeentelijke activiteiten altijd worden onderstreept. En ik vond dat er één ding niet mocht ontbreken in deze kast. Dus ik heb nu geregeld dat wij een trui hebben van vandaag met alle 11 aanwezige gele truidragers op. En die wil ik nu graag overhandigen. Een dagvoorzitter gehad. En deze dagvoorzitter die heeft al een paar keer zijn eten al goed laten staan voor mij, maar Jan, kom even naar voren. Zonder jou jongens, ik wil een heel David applaus voor Jan Peters. Dankjewel, ik zal de laatste aankondiging doen. Als ik de naam noem, dames en heren, van de heer Beljaars, totaal advies. Een man, ook een vriend weer van Rini Wachmans, die samen met hem in overleg altijd zorgde voor zo'n topartiest als sluiting van een bewogen dag. Een geweldige dag, mogen we wel stellen. Hij verzorgt alle evenementen, dames en heren. En de act die ik u zo meteen mag aankondigen, wat ik met enorm veel trots ga doen. Daar zijn zelfs plannen van Rini Wachmans en de heer Beljaars
om ook deze groep naar Kazachstan te krijgen. Ik verwacht geen applaus, ik verwacht een donderende ovatie voor hetgeen u hiermee gaat maken, dames en heren. Het is Cyprien, 8 november. Ik meld het nog maar even. De Maagdinnen Bergen op Zoom. Daar zijn ze, de ladies van Holy Ferrell. Thank you.
Hoi je. She's crazy like a fool. What about daddy cantar. Gracias.